Vier grote brugdelen van bruggenbouwer Janssen Bridging zijn woensdag op zijn plek gelegd over de A, tussen de Graafseweg en het Hintamer Einde in Den Bosch. Het is een tijdelijke brug die er nu ligt. De kosten bedragen 110.000 euro. Den Bosch onderhandelt ondertussen verder met BAM, Civiel Zuidwest, over de bouw van de definitieve brug die er moet komen. Er is nog steeds oneenigheid over de uitvoering van het bestek van de nieuwe Tuibrug. De brug blijft zeker een half jaar liggen. Ze krijgt één richtingsverkeer voor auto's vanaf de Graafseweg naar het Hintamer Einde.